Nijmegenaar Frank de Bruin zat onterecht in een Italiaanse gevangenis. Vandaar verschijnt een heruitgave van het boek dat hij hierover schreef. Ja, op het moment dat het gebeurde, ik heb echt met suïcidale gedachten gelopen. En verder in het nieuws vandaag, bezinning tijdens de Vierdaagse. Stadsklooster Marieke laat wandelaars een kaarsje branden. Van gigolo naar gevangene naar social worker. De Nijmeegse Frank de Bruin heeft het meegemaakt. Als gigolo wordt hij onschuldig gearresteerd en belandt hij in een Italiaanse gevangenis. Nu jaren later komt zijn heruitgave van zijn boek uit. Achter de tralies schijnt de zon. Op de terugweg van zijn reis naar Zuid-Amerika als gigolo wordt er extra streng gecontroleerd op drugsbezit. Wanneer ook Frank van top tot teen wordt gecontroleerd, voelt hij zich ontspannen. Maar er blijken bij deze vlucht wel personen te zijn die drugs hebben gesmokkeld. En Frank moet daarvoor opdraaien. En een van die mensen heeft dat uitgepoept. Het was ook maar een hele kleine hoeveelheid uiteindelijk van 400 gram. Nou, daar ga ik mijn leven sowieso niet voor in de waagschaal zetten. En die heeft dat in een spuugzakje gedaan. En bij iemand in de tas gestopt, in een handbagage gestopt. Maar dat was mijn tas. Frank belandt in de cel in Italië. En hoe positief hij ook in het leven staat, voor hem is dit ook te veel. Ook heeft Frank het idee te worden uitgekotst door zijn familie, omdat hij weken geen post krijgt van het thuisfront. Zij wisten niet dat ik vast zat, want de ambassade was niet ingelicht en ik stond gewoon als vermist op de telex. En na 3 weken dachten ze dat ik dood was. Met zijn boek over het leven in de gevangenis wil Frank vooral de mensen inspireren met psychische problemen. Want hij weet zelf maar al te goed hoe het is om daar doorheen te gaan. Ja, op het moment dat het gebeurde, ik heb echt met suïcidale gedachten gelopen. Ik heb echt gedacht om mezelf van het leven te beroven. Want ik dacht, wat voor zin heeft het leven nog als ik hier na 3 dagen ben ik al 10 kilo afgevallen. Hoe gaat dat nou met 3 jaar? Maar ondanks de vele tegenslagen is het Frank altijd gelukt om er weer bovenop te komen. Het schrijven van zijn boeken heeft zijn leven gered. En dat wil hij graag overdragen. Met deze kennis inspireert hij anderen als ervaringsdeskundige. Werkt hij als woonbegeleider in het AZC en is een coach voor jongeren. Kijk jongens, ik zat daar diep in dat duistere put. En nu sta ik hier blakend van energie en jullie te vertellen dat hoe diep je ook zinkt, het is altijd maar tijdelijk. En dat is een beetje de rode draad die ik eigenlijk in mijn trainingen en in mijn boeken altijd naar voren breng. Dus ja, als dat mensen, ook maar als er maar eentje die het inspirerend vindt, dan voelt het voor mij al iets. Wat een gewin is. Want wij mensen zijn sociale wezens en we zijn zeg maar, verbinding en alles. Het hoogste wat je kunt meemaken als mens, zeg maar, is anderen inspireren. Voor de rechtbank in Arnhem is tegen een 32-jarige moeder van 3 kinderen dinsdagmiddag 6 jaar cel geëist. De vrouw wordt ervan verdacht haar enige oude dochter van het leven te hebben beroofd. Het OM denkt dat de vrouw de baby met opzet heeft laten verdrinken. De vrouw van Somalische afkomst was eind oktober in het ziekenhuis bevallen van haar dochter. 1 dag later ging het in het AZC in Nijmegen helemaal fout. Een kraamverzorgster en een stagiair zouden hebben gezien dat het kind met haar gezicht naar beneden in bad lag. De moeder zou geen enkele moeite hebben gedaan om haar kindje te helpen. Een reanimatiepoging van de toegestelde politie mocht niet meer baten. Nijmegen gaat de tippelzone in de stad toch niet sluiten. Waar de gemeente het eerst van plan was, mogen de sekswerkers toch hun werk blijven doen in de stad. Wel moet er gewerkt gaan worden met toegangspasjes. 20 sekswerkers mogen er per dag in de tippelzone werken. Om dat getal te waarborgen, werkt de gemeente met anonieme dagpassen. Maar dat heeft zijn nadelen, vindt de gemeente. Zo denken ze dat de huidige groep sekswerkers wordt verdrongen door een nieuwe groep. Het is een tijdelijke maatregel. In september bespreken ze in de gemeenteraad of het toekomstbestendig is. Veel wandelaars lopen de Nijmeegse Vierdaagse met een bijzondere reden. Bijvoorbeeld om geld op te halen voor een goed doel, als keerpunt in hun leven of om iemand te herdenken. Stadsklooster Marieke wil de wandelaars een plek bieden waar ze even stil kunnen staan bij een diepere betekenis van hun tocht. Het Stadsklooster Marieke in Nijmegen is voortgekomen uit het Stadsklooster van de Augustijnen in de Boskapel. De zelfstandige stichting is kerkelijk geworteld, maar kleurt net als Marieke van Nijmegen een beetje buiten de lijntjes. Stadsklooster Marieke geeft iedereen, religieus of niet, de gelegenheid om even stil te staan. Maar we proberen toch aan ons geloof een eigen draai te geven.
Dat doen we bijvoorbeeld nu ook bij de Vierdaagse. We hebben dat oude ritueel van het kaarsen aansteken. En toen dachten wij, nou laten we dat maar langs de route ook doen. Zodat mensen daar de gelegenheid hebben om een kaars aan te steken. Nou, wij willen met het klooster op wielen, willen we langs de route gaan staan. Om de lopers de gelegenheid te geven om stil te staan bij redenen, motieven waarmee ze lopen. De reden dat mensen de Vierdaagse lopen verschilt. Maar het is de stichting opgevallen dat veel wandelaars de tocht lopen met een diepere betekenis. Want dat is ook wat we vanuit de pers, maar ook van mensen zelf horen. Van ik loop mee om extra stil te staan bij dit is een belangrijk keerpunt in mijn leven. Ik moet nu verder. En dan lopen ze om te bezinnen of om iemand te gedenken of voor een ernstig zieke. En dan niet eens om daarvoor geld op te halen, maar echt vanuit het aandacht geven. En dat is bij uitstek een goede mogelijkheid om met een aansteken van een kaars dat nog even te verdiepen. Het mobiele klooster staat elke dag langs de route op ongeveer een uur van de start. En dan zie je al borden staan, steek een kaarsje aan, 50 meter. En dan staan we daar met een oude caravan, een klooster op wielen. En dan ook echt daar de ruimte bieden om in gesprek te gaan, maar dat hoeft niet eens zo. Nou, misschien net een moment van bezinning of een moment van verdieping ook. Dat je nog even iets dichterbij komt bij wat eigenlijk je beweegreden is om die tocht te lopen. Wij zijn er voor iedereen. En dat is ook wat we als Stadsklooster willen. We zijn er voor gelovigen, niet-gelovigen, andersgelovigen. Iedereen beleeft het op zijn eigen wijze. Dus echt iedereen is welkom, ook tijdens de Vierdaagse. Het contrast is weer groot deze dagen. Vandaag was het nog een licht wisselvallige dag met in de middag enkele buien. Vanavond blijft het droog en dat is ook de opmaat voor morgen. De donderdag zal droog verlopen met een mix van zon en stapelwolken. Het kwik komt daarbij uit op een maximum van zo'n 23 graden. De vrijdag zal vervolgens juist een erg natte dag worden. Het wordt niet warmer dan een graad of 17 en er valt verspreid over de dag zo'n 20 mm neerslag. Ook zaterdag wordt een dag met buien en weinig zon. Zondag is dat juist omgedraaid en is het op een enkele bui na weer droog. Tot zover het RN7 regionieuws van woensdag 10 juli. Kijk voor het laatste nieuws uit jouw buurt op rn7.nl of in de RN7-app. Morgen zijn we er uiteraard weer, dus graag tot dan!